Goedemiddag allemaal. Het is vandaag 14 maart 2018. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. En ik ben nu even druk bezig en met mijn moeder aan het helpen met even allemaal regelzaakjes. Ja, moet even gebeuren. Alleen haar internet die valt even uit, dus ik kan nu even helemaal niks beginnen. Nee, ik bel nu ook via mijn telefoon naar haar mobiel. Ja, maar dat maakt niet uit. Ik zou zeggen heel veel kijkplezier gewenst. Goedemorgen allemaal, het is vandaag 15 maart. Het is nu 10 uur 48 of zo, volgens mij. En ik ben dus nu aan het lopen naar Roderick toe. Ja, naar Roderick. Morgen dan is het sneeuwpret. Ja, zoals jullie weten is onze vlogcamera kapot. Ik heb niet echt heel veel zin gehad om, ik had er wel zin in, maar gewoon, ik voelde me niet echt lekker om een vlog op te nemen. Dus ik probeer het weer een beetje en dan zou ik zeggen weer heel veel kijkplezier gewenst. Nou, zoals jullie wel zien ben ik nou zonder de hondjes. Loop nou lekker zo, kijk. Ook gezellig. Ja, is leuk hier toch. Hele luxe mooie huizen. Ja, hele mooie huisjes. Ik ga ook zelf naar binnen. Ja. Ja, dat vind ik grappig. Hele mooie huisjes, ja. Kijk, en dan doet deze lantaarnpaal het niet. En dit is een lantaarnpaalnummer. Ja, ik weet niet of jullie het zien. Ik weet niet of ik hem licht kan maken, ja. 529, kijk. Dat is leuk. Zo. Ja. Lekker even naar rood toe lopen. Vind ik geweldig, vind ik leuk. En ik ga lekker met de lift. Dus ik moet lekker even naar rood erin toe. Vind ik leuk. Grappig. Uit Zuid-Overwoners. Nee, echt niet. Dan moet je hier allemaal lekker een slagboom mee gaan. Dan moet je wat om te zeggen. Anders niet. Nee. Dan mag ik ook gewoon mijn fiets daar niet zetten. Of hier ook. Oh nee, niet parkeren. Mag niet. Daar wel. Nou, dan probeer ik daar toch even mijn fiets weer. Is ook goed parkeren. Ja hoor. Kijk. Dat is mooi. Willen jullie ook een mooi uitzicht zien? En vanaf Ro, ja, vanaf Ro zijn huisje. Nou, ik zou zeggen, tot zometeen maar weer. Nou, ik zit dus nu in, ik sta dus nu in de lift. Ja. Ja. Er is een pakketje bezorgd, dus ik weet nou niet of die nou eerst daar staat, gaat, naartoe. Op 3. Of dat die eerst naar 5 toe gaat, weet ik nou niet. Dus we zullen het zien, want ik had 5 als eerste gedrukt. Oh, nee, hij gaat dus eerst hier naartoe. Ja. Nou, dus hij stopt inderdaad dus eerst bij verdieping 3. En dan gaan we naar 5. Dat is leuk. En dan zijn we er. Pak ik zijn huissleutel, dat is ook grappig. Gaat die open? Ja, gaat open. Kijk, gaat open, hij gaat open, hij gaat open, jongens, hij gaat open. Het is leuk. Het is grappig. Ja. Grappig. Nou, we hebben net onze grote vriendin even op en op de tram gezet, hè? Ja, die is dus nou weer te halen. En dan is het even kijken voor morgen wat we allemaal moeten hebben. Ja, Dan moet sowieso nog eens eventjes een schepje halen vandaag, eventjes bij de Action. Want je moet er dus 2 hebben. Maar je hebt dus een goed gesprek gehad met onze... Heel perfect. Mooi. We lopen nou lekker met Max. Hè? Ja. Ik heb ook echt leuk Marion gesteld. Ja. Hij vindt haar geweldig. Ja. Vond het jammer dat ze wegging volgens mij. Ja, maar dat vond hij ook. Ja. Maar hij doet het zo supergoed. En morgen gaan we naar Snowplanet.
Ja. Kijk, dat is leuk. Even sluipreclame maken. Sluip. Hé. Hey. Sluipreclame mee. Zeker. Hoi, schat. Dus ja. Het is mooi weer. Lekker weer. S'nachts en dan wordt het weer koud. Gewoon eventjes het weekend. Dus we zullen het wel weer zien. Nou, en Ro die gaat zo meteen naar zijn werk. Ja. En naar school toe. En dan naar ander werk. En dan naar PostNL. Ja. Hè? Ja, ook nog. Maar hoe vind jij het nu op school? Want dat weten en de mensen eigenlijk nog niet. En want we hebben een tijdje even niet meer gevlogd omdat onze camera kapot is. Ja. Maar we moeten het wel weer even gaan oppakken. Want ja, de mensen en die missen ons. Ja. Maar school, kinderen. Vertel. Kinderoppas. Voor tussen de middag. Is best leuk werk. Flink aanpoten. Er is een bepaalde routine in van nou eerst allemaal zitten. Goedemorgen zeggen, de lijst doornemen. Dan mogen de kinderen gaan eten. En stil blijven, rustig zitten. Dan met z'n allen naar buiten, degene die naar buiten willen. En de rest krijgt een andere locatie. Er zijn dus meerdere meerdere plekken in school. Voor twee klassen die worden dan samengevoegd en weer uiteengehaald. De ene klas gaat de helft naar buiten, de andere helft blijft binnen. En van de ene naar de andere klas gaat de helft binnen en de andere helft gaat buiten. Wat gezellig en ik doe dat dus nu ook. Ik ga dat dus maandag, dinsdag en vrijdag doen. Alleen aankomende vrijdag dus niet, want dan gaan we dus morgen naar Snow Planet. Ja, en dat wordt nog leuk. En dan gaan we dus ook lekker filmen. Ja, vloggen, joepie. Alleen dan moet ik leren om mijn mond gewoon mijn mond dicht te gaan houden. En niet, yeah, lady, lovely, nee. Moet ik gaan afleren. En Roderick en die gaat ook gewoon lekker filmen en foto's maken. En ik ga ook proberen om mijn camera mee te nemen. Dus ik moet eventjes mijn dingen even opladen straks. Dus dat komt helemaal goed. Zo. Ja, wat is dat allemaal, een meisje? Ja. Je moet niet zo trekken, kleine. Ja, en dat doe je zelf. Weet je, Loefie, kijk. Loefie. Ja, kom maar. Ja, en nou, en daar zijn ze heel druk bezig om daar dus een hele nieuwe nieuwbouw te plaatsen. Nou, en ik heb dit hele stuk net helemaal afgelopen. Hier wil ik dus ook een hele mooie omheinde gebied hebben. En daar zijn ze ook lekker bezig. Dat is helemaal goed. Ja. Als jij nou niet zo gaat trekken, hè, dame, kom. Hé, die ging niet. Loffie, kom. Lopen, dames. Ja. Jij moet niet zo gaan trekken, jij kleine. Kom, ga mee. Nee. Deze kant, kom maar. Lady, ga mee. Ja, goed zo, hoor. Leuk tuigje, toch mensen? Nou, wil je nog een fiets hebben? Ik zou zeggen, haal hem even. Lovely, volg jij je lijn in, schat? Kom. Ja, goed zo, dames. Ja. Kom maar, kleine.
Je was zo klein. En dan word je rood, hè? Ja, lovely. Lovely. Ja, lady. Lady, dat gaat toch niet? Kom. Dames, jullie gaan lekker over elkaars riemen heen lopen. Wat niet echt de bedoeling is, denk ik, zo uit mijn hoofd. Lady, kom op, kom. Gaan jullie mee? Ja, van je riem af, kom. Kom, lopen. Ready. Lovely. Kijk eens. Lovely, kijk eens. Ja, dat vindt ze helemaal geweldig. Graven, graven, graven. Ja, je loopt lekker om je eigen riem heen, schat. Ja, en ik ga weer verder lopen. Ja, gaan jullie mee? Lady, je poot. Ja? Ga mee, kleine. Kom. Nee, nee, kom. Lopen. Nice lady. Oké, wat klopt er hier gewoon niet? Dit is vandaag net aangebracht. Ja, dat is leuk. De hele beleidingen zijn allemaal vandaag aangebracht. Joepie, daar ben ik heel blij mee. Zijn jullie daar ook blij mee? Ja, toch? Ja. De beleidingen zijn allemaal vandaag net aangebracht. Joepie. Ja, dus, kom maar. Nou, die is oud, wat jullie wel zien, maar dit is helemaal gloedje nieuw. Ja, nou, ik ben er blij mee. En ik ga verder lopen, als de meiden ook willen, want ze zien aan de grond. Dat is leuk. Grapje, kom, door. Hier. Ik weet wel dat je aan de grond zit, ja. Kom maar. Nou, er gaat iemand werken. En het zijn twee dames heel blij om me te zien. Kijk. Die wil heel graag naar hem toe, kijk. Of ze jou ook nog nooit eerder heeft gezien of zo. Lady vindt allemaal wel best. Hi. Hi, dus jij gaat postlopen, ja. In je eigen vertrouwde wijk? Gelukkig wel. Mooi. Post lopen, fietsen, rennen, springen, bouwen, en doorgaan. Fijn. Auw. Ja, want ik zat eigenlijk aan te denken om de GoPro bij Lovely Hero om die band heen te doen, maar dat werkt niet, want ze gaan toch met hem in die kop. Dus dat gaat hem niet wel worden, niet? Dat is jammer niet, jammer ja. Maar daarom heb ik wel mijn telefoon morgen bij me. Okay. En ik denk ook wel dat ik mijn camera meeneem, maar ik weet niet of ik er wat mee ga doen, maar dat zien we dan wel weer morgen. Nee. Het is nog geen morgen, toch? Morgen. Het is namelijk nog middag. Het is vanmiddag, nou. Niet morgen. Nee. Ja hoor, en Mickey die gaat weer graven. Graafmachine. Het wordt wel groot, ja. Dus er was nog niet zo groot. Ja, want dat zie jij, ik niet. Ja, ik zie ineens dat het behoorlijk breed is, zeg maar. Ja, en dat zie ik dan weer net niet meer, mensen. Nee, helaas niet meer. Zie je dat niet dan? Nee. Zo lekker breed is hier. Dit stuk breder hier. Nee. Ja, breed. Ja. Maar het gaat ook, ja.
Graafmachine. Ja. Ja, maar al die voeren en dat is slecht, hè? Ja, dat ga ik niet doen. Pedigree ga ik aan. Echt niet. De Aldi voeren die staat op nummer 3 en van de beste voeren, dus ja. Dat is nummer 3, niet nummer 1. Nee, Emma, dat maakt niet uit. Maar Emma, het staat wel in de top 3. Ja, dat klopt, dat klopt. Dus, ja, en dat krijgen ze. En qua voer, gewoon Lucky Dog, Aldi voer, dus ja. En dat doen ze het goed op, dus daar ben ik heel blij mee. En zij gaat nog even door met graven. Ja, omdat ze dat leuk vindt. Dus ja, gemeente Den Haag, sorry. Dan moeten jullie maar even overal stenen neerknallen, want ja, hè? Mooi die eet erin begraven. Hè? Mooi die eet begraven daarin. Ja, precies. Ah, oh, die is dood. Ah, oh, nee. Ja. Nou, en het is hier ook heel mooi aan het worden. Ja, Lofli, die moest even wat doen. Moet kunnen, hè? Ja, kijk eens hoe mooi, mensen. Hier hou ik weer van. En dan wordt het weekend weer koud. Oostenwind. Nou, ik weet niet of ze het halen, maar dat maakt niet uit. Lofli, mag je heel even inzoomen hier bellen? Inzoomen. Ja, yeah, mooie foto's ervan gelijk van gemaakt. Dat is leuk. Nou, daar hebben we Lofli, daar hebben we Lady. Ja. Dus ja, nou ga ik lekker naar huis. Ja, ik heb mijn oortjes in, ik weet het. Ik was dus net aan het bellen met mijn droom. Voordat ik hem net even zag. Hè. Dat hebben jullie nou net gezien. Dus, en ik vind het wel even fijn om eventjes gewoon met mijn oortjes en met mijn microfoon en van mijn oortjes op te gaan nemen. Ja, weet niet waarom, maar dat vind ik gewoon even handiger. Ja, en nou is het even sparen even voor een nieuwe vlogcamera. Dus dat wordt ergens eind april en dat we weer een vlogcamera hebben. Dus ja, eind april. Het is even niet anders. Nee, maakt even niet uit. Nee, en de dames die vinden het helemaal prima. Kijk, kijk. Kijk eens aan. Ze mag lopen. En Lofli die vindt het geweldig om dus namelijk voorop te gaan lopen en nog trekken. Maar maakt het mij helemaal niet uit. Komt wel weer goed. Dat heb je met de kruising. Ja, oké. Lady en dat is ook wel een kruising. Maar ze vindt graven mensen onwijs leuk. Zodra ze een kuiltje ziet, moet je die even, nog even dieper maken. Moet kunnen. Maar dan moet ik haar weer even mee trekken. En dan laat ze zich weer op en op de kopje flikkeren. Maar dat doet ze zelf. maar het is ook zo'n lekker dingetje. Okay. Kom maar meisje, ik ga mee. Ja, goed zo. Dus ja. Ja. En ik ga zo meteen weer als ik thuis ben eventjes mijn moeder bellen. Even kijken wat ik voor haar nog weer kan doen. Hoop ik. Misschien even de woningbouw voor haar daar bellen. Dat ze dat zelf doet. Even ook daar even dingen melden. En alles. Dus. En ik ben trots op haar, want ze doet het wel goed. Ja. Wel met behulp van mij en van Ro. En van, en van andere mensen. Dus we gaan het zien. Zo, daar ligt er iemand helemaal uitgeteld op de kussen. Die is moe. Ja, en dan heb ik mijn moeder ook even aan de telefoon, maar dat maakt niet uit. En dan ligt er hier ook nog iemand die uit is geteld. En er is wat van mijn bureau afgevallen, zie ik nu. Lady is ook helemaal uitgeteld. Hij, meisje. Nee, toch niet? Mag ik het opruimen dan? Ja, dankjewel. Nou, de schepjes die zijn binnen. Kijk, 2. En ik heb een mooie deurmat. Ja. Wat heb jij gehaald? Een mooie bak. Ja, voor? Voor Max. Want? Hij had een klein bak, die heeft een grote. Ja, maar die moet je wel lekker zelf houden. Ja, want die is van je eigen geld afgegaan. Ja, dat klopt. Moet ik zeggen. Dus, nog wat lekker kwark voor vanavond. Nami. Kijk, doe je goed. Doe je goed. En hoe ging het postlopen? Nou, dat ging helemaal geweldig. Vertel.
kwam op het depot. Ja? Het was al open, gelukkig. Zo, en was de post er al? De post was er ook. Ja, omdat er een ongeluk was gebeurd. Klopt, en ze wist niet hoe laat het zou komen. Nee, maar de post was er dus al, alle drie de tassen. Ja? Drie? Ja, okay. Drie tassen, dus dat viel wel mee. Voor één wijk. Ja. En het zat lekker door elkaar. Ah nee, dat meen je? Ja. Doe het wel vaker. Ja. Twee straten bij elkaar of zoiets en dan door elkaar heen gerust. Nee, dat schiet niet op. Maar oké, vertel. En dat was redelijk snel te doen. Ja, ik doe eventjes mijn dingetje even, want anders krijg ik een lamarm. Ja, zo. Dat was redelijk snel te doen. Ik kreeg een belletje. Ja. Van iemand van de beheerclub. Ja. Van het pand. Hij van het pand? Dat hij om 4 uur een afspraak had. Ja. Met de jongens van de riolering. Voor de oplevering. Oh, van jouw pand. Ja. Ja. En waar jij woont. Ja, oké. Okay. Hij zegt, nou, ik ben er niet. Ik ben nog in Voorburg. Oh, oké. Ja, ik had eigenlijk gepland. Ja, maar dan. Ja. En die andere kant mag ik nog even. Van, ik heb nog 2 bosjes sleutels voor van jou. Ja. Wat doe ik daarmee? Ja. Ik zeg, doe maar in de bus. Ja, dat lijkt me handig, toch? Ja. Ja. Dus één van de privéruimtes, zeg maar, het archief en de stookunits. Ja. En één met de gas- en watermeterkast sleutels. Ja. Ik kom thuis, ik kijk in mijn bus, 1 bos sleutels. 1 bos maar? En je, Ik had er 2. Ja, dus of hebben ze die privé gasmeter en watermeterkast sleutels nog ergens terug zien te krijgen. Nee, dat schiet niet op. Nee. Nee. Dus dat is nog even een discussiepuntje waar die gebleven zijn. Ja, en nou ben je even samen met mij bij de Action geweest en wij gingen als laatste de winkel uit. Nou, ik ben eventjes de vlogs even in elkaar aan het zetten en bouwen en doen. En ik ben ook even vlogs op YouTube aan het zetten en ik heb Roderick aan de telefoon. Het is ook geen verrassing meer, nee. En ik zit aan mijn verslaving snoepjes te eten en te doen en ja, vind ik leuk. En nu ga ik weer met een vlog bezig van, even kijken, 7/3/2018. Dus dat was vorige week zondag, want toen hebben we een heel lekker groot blok gelopen. Ja. Dat is zo'n mooi blokje. Dus die hebben jullie alweer gezien als jullie deze weer zien. Hey. Rechtdoor. Nee, nog even een stukje verder. Hij vindt het ook helemaal prima. Hé, Max en Max in een winkelwagentje. Ja! En bij de Albert Heijn. Nou, en Jack heeft het ook weer heel goed voor elkaar. Hij heeft een hele nieuwe toonbank. Ja. Dat is nou test. Helemaal goed, dankjewel. En we gaan weer over naar Max. En hier ook kunnen we trouwens hele lekkere vis halen bij Vishandel Beet. Ja, sinds 2011. Ja, wil je nog de openingstijden? Dat mag. Kijk, alsjeblieft. Joepie. En we gaan door weer naar de hondjes. We lopen allemaal weer mee gezellig. En we gaan weer door naar Max. Over deze stenen gewoon, Ro. Over deze, ja. Moet het leren. En blijven. Een hond zit in een winkelkar. Ja, ja. Blijf, hè, Max. En blijf. Ja, en blijf. Ja, wat heb je net goed gedaan?
Waarom vind je dat nou leuk om iedere keer karretjes en te zoeken? Een beetje opruimen. En je krijgt een gratis muntje als het goed is. Oké. Okay. Dus, nou goed. Doe je een goede daad. Ja, top.